Ik denk dat het inmiddels meer dan een jaar geleden is dat Paul Roubé aan mij vertelde dat hij een stoffen boot aan het maken was. En ik hem eigenlijk onmiddellijk vroeg of hij deze boot wilde exposeren in de FIDE. Een boot solo gepresenteerd, gemaakt van diverse stoffen uit verschillende culturen, verzameld tijdens zijn reizen, maar ook ontvangen van goede vrienden. We zijn hier in de Schouwburg bij de afdeling Beeldende Kunst van de Schouwburg. Dat heet Schouwart. En Schouwart organiseert allerlei tentoonstellingen in de Schouwburg. Vandaag staan we hier bij mijn werk, de serie Noma Neschio. Een serie waar ik 6 jaar geleden mee begonnen ben. En die eigenlijk geheel gewijd is aan vluchtelingen. De boot is eigenlijk het finale stuk van 6 jaar werk. En eigenlijk ben ik hoofdzakelijk een schilder. Maar voor deze serie werk moest er echt een aantal ruimtelijke objecten gemaakt worden. Om het totaal nog beter, nog helderder te maken. En voor mijn gevoel was alleen ruimtelijk werk daar toereikend. En Noma Neschio staat voor Ik ken uw naam niet. He, wat in het Engels ook John Doe wordt genoemd. En onder die naam, of eigenlijk de afkorting NN, worden alle vluchtelingen gewoon in de wereld die ongeïdentificeerd gevonden worden, gewoon begraven. Dit is het werk waar gewoon deze hele serie mee begon. Ik zag een tv-reportage die zich afspeelde op een eilandje in Griekenland, waar een oude man het single hand op zich had genomen om graven te bewaken, waar gewoon vluchtelingen gewoon naamloos in een kuil in de grond waren gedonderd, daar weer een beetje zand overheen gestort. En die man die vond dat zo naar, dat hij gewoon op zich had genomen om die graven een beetje te verzorgen. Dus hij plukte veldbloemetjes, die zette er neer. Als de zee gewoon wat van het zand wegspoelde, dan zorgde hij dat die lichamen weer opnieuw begraven werden. En dat maakte in mij zoveel los vanwege het feit dat dit is onze westerse wereld. Hier gaan we gewoon zo met mensen om. En niet als een politiek statement, maar gewoon puur als mens tot mens. Gewoon, zodra we iemand de hand toesteken, is het geen onbekende meer. En die vluchtelingen zijn gewoon voor ons allemaal onbekende. Niemand steekt ze de hand toe. En dat is waarom ik deze serie gewoon moest maken. Dit zijn dan met name de schilderijen en relatief veel portretten. En eigenlijk probeer ik gewoon voor mij doen de vluchtelingen gewoon een gezicht te geven en dichterbij te laten komen dan zeg maar krantenartikelen waar het vaak om het grote probleem gaat en niet meer om de mens. En mij gaat het juist wel om de mens. Ik wil de mens in beeld brengen. En soms zijn ze gewoon, als je zo'n kindslachtoffer ziet, is natuurlijk gewoon eigenlijk een heel, heel hard onderwerp. En toch probeer ik dat gewoon zo liefdevol en zo zacht mogelijk in beeld te brengen. Zodat het toch een mens kan raken, daar waar de media er vaak aan voorbij schiet. Dit is wel het meest aangrijpende werk wat hier nu hangt. En het is natuurlijk gewoon een hartstikke naar beeld. Om zo'n uitgeteerd jongetje te zien. Maar dit is wel onze hedendaagse realiteit. En als we vaak kunnen we niet meer naar die beelden kijken. En daarom heb ik met opzet geprobeerd om dit jongetje zowel bijna doorzichtig te schilderen als ook gewoon heel zacht en liefdevol. Ik hoop gewoon dat mensen ernaar kunnen kijken. Kijk, als je bijvoorbeeld dit werk ziet, gewoon een kleine aquarel. Dat laat ook tegelijkertijd gewoon aan de ene kant een kind in een vluchtelingenkamp zien. Aan de andere kant de rekbaarheid van kinderen die gewoon toch weer gaan spelen. En die toch weer vermaak zoeken voor zichzelf. En dat is niet
iedereen gegeven. Hè? Naarmate de slachtoffers gewoon van de vluchtelingen gewoon ouder worden, levert dat vaak meer problemen op. Maar ik denk dat als wij bereid zijn om mensen gewoon een hand toe te steken, zoals dat je dat bij je buurman doet, dan geven ze in ieder geval een kans. Ik bedoel, mensen worden te vaak afgewezen door hun eigen regering, dan vervolgens door de landen waar ze proberen doorheen te vluchten. En ik zou willen is dat wij gewoon met onze civilisatie gewoon mensen gewoon wel een hand toesteken. Op dit schilderij zie je dan, in tegenstelling tot mijn meeste andere werken, geen mensen. Maar het gaat natuurlijk wel over mensen. Dit is de plek waar mensen wonen. Dit is de reden waarom ze vluchten naar een land waar het wel veilig is. In dit soort omstandigheden kun je geen kinderen grootbrengen. En dit is nog een ruimtelijk werk, net zoals de boot, wat het verhaal laat zien van de reis. En dat heet Traveling Light, maar het is natuurlijk alles behalve licht. Hun reis, hun eeuwige struggle gewoon om over land, over zee, gewoon naar een veilig gebied te komen. En ik hoop dat ik gewoon met deze serie werk gewoon iets in mensen in beweging kan zetten. Dat het raakt en dat ze voelen waar het mij om gaat, in de zachtheid en mensen een hand toesteken.